Hoi allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Dierenpraat TV. Ik ben vandaag bij boerderij Heijerhof in Riethoven en ik ga iets super tofs doen. Ik ga jullie namelijk alles vertellen over de alpaca. Wil je er nou van alles over weten? Blijf dan kijken. En hier hebben ze dan, de alpaca's. Ze zien er super geinig uit met die capjes van ze en ze lijken eigenlijk heel veel op de lama. En dat is geen toeval, ze behoren namelijk tot dezelfde familie, de kameelachtigen. En de kameelachtige familie, die bestaat weer uit 6 dieren, namelijk waarvan er 4 wild zijn. De guanaco, de vicuna, de kameel en de dromedaris. Alpaca en de lama, die komen eigenlijk helemaal niet in het wild voor, want dit zijn gedomesticeerde dieren. En gedomesticeerd houdt in dat ze zijn gebruikt als huisdier. De Inca's hebben dit honderden jaren geleden gedaan om ze te gebruiken als lastdier, om dingen te sjouwen en voor hun wol en vlees. Oorspronkelijk komen de lama's en alpaca's uit Zuid-Amerika en met name in de Andesgebergtes in Bolivia en Peru. Hier lopen ze in kuddes waar boeren ze houden en dan worden ze traditioneel gekleed in mooie versieringen, oorringen en kleden. Dit is heel makkelijk voor de boer, want zo kan de boer zijn eigen kudde herkennen. Nou, ik ben blij dat ik ze nu eens een keer van dichtbij kan zien. Dan kunnen we eens even gaan kijken wat de alpaca nou zo bijzonder maakt. Wat ik hier kan zien ook is dat hij 2 tenen heeft, met daaronder een klein eeltlaagje. Dit is net zoals de lama, omdat hij bij de evenhoevige orde behoort. Dit betekent dat hij een 2 aantal tenen heeft. Wat ook geinig is, is dat hij zo'n gespleten bovenlip heeft. Alle kameelachtigen hebben zo'n gespleten bovenlip. Daar zijn ze aan te herkennen. En wat ook een leuk feitje is, is dat ze hebben geen boventanden. Ze hebben alleen een set ondertanden waar ze mee kauwen. De alpaca en de lama die lijken hartstikke veel op elkaar. Maar daarom heb ik nu de tip waarmee je de alpaca van de lama kan onderscheiden. Kijk namelijk naar de oren. De alpaca heeft hele puntige, spitsige oortjes die rechtop staan. En de lama heeft hele herkenbare, banaanvormige oren. En aan die oren kan je ook zien hoe de alpaca zich voelt. Staan ze naar voren gericht, betekent dat de alpaca geïnteresseerd is. Staan ze naar de zijkant, dan is die relaxed en tevreden. Staan ze naar achter, betekent die dat die argwanend is en iets wil uitzoeken. Maar staan ze helemaal naar achter, dat betekent dat je aan de kant moet, want dan is die agressief. Volgens mij zijn ze hartstikke relaxed hier. Zoals ik net vertelde, leven de alpaca's in het Andesgebergte. En het Andesgebergte is op wel 3000 meter hoogte. Op die 3000 meter hoogte verschilt de temperatuur enorm. Overdag kan het wel 30 graden boven nul zijn. En 's nachts kan het ijskoud worden tot wel 25 graden onder nul. En daarvoor heeft de alpaca iets super tofs, namelijk een hele bijzondere vacht. De vacht bestaat uit een hele speciale soort wol die nog veel zachter is dan schapenwol. En die houdt de alpaca lekker warm wanneer het koud is. Maar wij kunnen er ook wat mee. We maken er namelijk kleding van. Dit is een win-win situatie, aangezien de alpaca zelf niet kan verharen. Ieder jaar rond mei, juni worden alpaca's kaal geschoren, zodat ze klaar zijn voor de zomer. En dat wol gebruiken wij om de kleding van te maken. En dit wol is niet zomaar je standaard wolletje. Ik noem het namelijk ook wel wonderwol. Het is namelijk temperatuurregulerend, hypoallergeen. En hypoallergeen, dat betekent dat als je allergisch bent voor wol, je gewoon alpaca-wol kan dragen. Dat is geen probleem. En het allervetste vind ik, is dat het vuurbestendig is. Is toch niet normaal? En tussen dit wol zit voor iedereen een kleurtje. Ze komen namelijk voor in 22 verschillende natuurtinten. En per alpaca is er wel 2 tot 5 kilo wol wat er afgeschoren kan worden. We hebben hier 2 grotere en 2 wat kleinere alpaca's. De kleinere zijn gewoon wat jonger. Gemiddeld worden ze rond de 90 centimeter qua schofthoogte. Dit is kleiner dan de lama, want die wordt wel 1,20 meter qua schofthoogte. Ze worden 25 jaar oud. En als gewicht kunnen ze 70 kilo worden. Een alpaca noem je niet gewoon een mannetje of een vrouwtje. Ze hebben speciale namen. Een mannetjesalpaca heet een macho en een vrouwtjesalpaca heet een hembra. Als ze dan een kleintje krijgen, is het niet een kalfje, maar een kria. Zoals je ziet is hier een hele mooie, groene, schone weide. En we kunnen hier gewoon rondlopen en niet bang zijn dat we in de poep staan. Want de alpaca's zijn hele schone dieren en ze zijn gewoon zindelijk. Ze kiezen een plekje in de hoek uit waar ze hun behoefte doen, zodat ze de rest kunnen gebruiken om te grazen. Alpaca is echt een kuddedier. Je kunt ze dus echt nooit alleen houden. Dan beginnen ze zich eenzaam te voelen. Er is ook een bepaalde rangorde bij de alpaca's. En dit kan je zien bij de voederbak. Degene die het beste plekje krijgt,
Dat is het machootje. En degene die het minst laagst in de rangorde staat, die staat achteraan. En die rangorde, die wordt bepaald met behulp van spugen. En met dit spugen kunnen ze hun ongenoegen naar de andere lama's uiten en de rangorde bepalen. De alpaca's zien heel fluffy uit en lekker zacht om te knuffelen. Maar het zijn eigenlijk helemaal geen knuffeldieren. 9 van de 10 keer kan je ze een beetje aaien, maar knuffelen zijn ze niet voor gemaakt. Dat is nog een brug te ver. Misschien wel het schattigste van de alpaca, naast de lekkere wol natuurlijk, is het geluid wat ze maken. Ze blaten niet, ze mekkeren niet, maar ze maken een heel eigenaardig geluidje. Luister maar eens goed. Waar je wel op moet letten is dat de alpaca kan schoppen. En niet alleen achteruit, maar ook vooruit en zijwaarts. Nou, ik ben weg. De alpaca's herkauwen wel, maar het zijn officieel geen herkauwers. Herkauwers hebben de pens, de boekmaag, de lepmaag en de netmaag. Maar de alpaca heeft 1 maag met 3 compartimenten. En omdat ze dus niet aan de eisen van een herkauwer voldoen, zijn het officieel geen herkauwers. Dit was de aflevering van de alpaca's. Als je het even leuk vond als ik, vergeet dan niet een duimpje omhoog te doen en hier beneden te abonneren. Dankjewel voor het kijken en tot volgende week.